rating voor alle players. Let's go. Let's go, we zitten erin. Kom, we springen met z'n drie tegelijk naar beneden, ja? Is goed. Oké, okay, kom allemaal verzamelen. Oké, ik sta er. Ik sta op de trap. 3, 2, 1. Wow! Yay! Nou, dat was leuk. Ik word 1500 punten. Ja, ik kan er even binnen de lijntjes tekenen. Hoppakee. Go. Wow! Wow! Yo. Oké, ik ga gewoon meteen boxen. Misschien krijg ik weer iets goeds eruit. Ik ben jullie aan het volgen. Ik ga kijken waar jullie allemaal heen rennen. Kijk eens goed uit. Oh, een beret. Een beret. Jongen, dat is fucking goed. Super. Als je de beret pack and puncht, hè. Oh, yo, maar dat ding is beest hard. Dan schiet je één kogel. Joh. Met één kogel kan je 6 of 7 zombies killen. Dat had ik vorige keer, jongen. Dat was echt ziek, hoor. Ja, jongen. 1 kogel, plus 7. 1 kogel, ja, hij is alleen een beetje snel leeg, dus dat is wel jammer. Leroy, komt een knife in je ass. Oh, hij rent snel weg. Later. Oh, hij zal lopen. Hij is uit je kooi. Oh, ja, klopt. Rennen, jongen. Kom, we volgen hem. Ik ben Face. Leroy. Ik heb een sniper. Leroy, kom, we moeten hem gaan. Leroy, hey, hey, hey. Leroy, hey, hey, hey. Leroy, hey, hey, hey. Leroy. Leroy, je bent lelijk met je bloempottenkapsel. Ah, weg. Jongen, als die vet achter die aankomt, jongen, ik zal me wegrennen. Holy shit. Ik zal mezelf gewoon in zijn kooi opsluiten, want anders komt het niet goed. Nee. Het ding is angstaanjagend. Oh, Moab. Ga je er ook door dood, Leroy? Oh, fuck jou. Ga dan maar rennen. Is die... Heb al die box vastgezet? Oké, okay, nee. Ik open even deze deur, jongens. Dan kan ik even de headshopper maken. Lekker ballistic knife. Headshopper maakt tijd. Ah, ballistic knife kan je heel veel mee. Dan kan je mensen reviven met je pack and punched. Klopt. Dat is wel altijd baas hoor. Als er niemand down gaat. Als er niemand down gaat, schiet je gewoon across the map die. Ja, dat is ziek hoor. Ja, maar dan moet je wel die mule kick hebben. Dan kun je ze pakken. Ja. Ik ben eventjes de headshopper aan het bouwen. Als je wel white met je ballistic knife, dan zit er een soort van touwtje aan je ballistic knife. What the fuck? No. What the fuck? Ja, dan zie je, dan valt hij uit je handen en dan pak je hem in één keer weer op. Fucking raar. Lol. Fucking nep. Dan valt hij uit je handen en dan heb je hem weer in één keer. Ah, chill toch? Ja. Ik ga trouwens even de power aanzetten. Ja, is goed. Ik ben even die headshopper aan het bouwen. Ik ben er klaar. Ik moet nog eventjes de voetensteun. Die staat hier, als het goed is. Ja. RPG voor de win, jongen. Ah, nice. Schiet hem op mij dan. Wacht, schiet hem in mijn kont. Waar ben je? Ik sta bij de box. Schiet hem in mijn kont. Ja, dat buk ik. Wat heb je? Kom aan. Wat heb je? Oh, wacht hier. Wacht. Oké, 3, 2, 1. 1. Oh. Ah! Yes, 5 sevens. Jongen, dan knalt je hele anus uit elkaar, man. Oké, de headshopper is af, jongens. Nice. Pak allemaal even een headshopper en zet hem bij de juggernaut neer. Dan kunnen we dek in zoeken. Ja. Okidoki. Anus, maar niet alleen je anus. Fuck, waarom als ik knife heb, denk ik zo goed? Je hele lichaam knalt uit elkaar als je een RPG op je kop krijgt. Ja man, en helemaal Janus. Ja. Dan gaat hij eerst je lichaam binnen en dan knalt hij vanaf binnen uit. Oké, stop jongens. Ja, gaat dit te ver. Ja. Ja, dat gaat bij ons altijd, dus dat maakt niet uit. Nee, ik ga down! YOLO! Ik heb geen wapen meer. Wacht. Hey, wacht, er ligt hier allemaal shit. Geef het. Yes, ik heb weer ammo. Ik hielp jullie even met mijn RPG, jongen. Ja, jongen, dat ding kwam hard aan. Gojo! Die hele zombie krult uit elkaar. Dat gebeurt er dus als je een RPG in je anus krijgt. Dat wil je gewoon niet. Oh, oké, stoppen nu. Ander onderwerp. Laat mij even de box doen met je mooie brilletje. Sexy, man. Wie is trouwens de vrouw van deze keer? Jij. Nee. Oh, niemand. Nee. Jij, één keer en ik heb de rekenmark toe. Eén keer en ik heb de rekenmark toe. Yes. One time only. One time only. En jij krijgt... Lekker voor je. Ik ga nog een keer proberen. Als ik nu weer iets goeds krijg, ik ga lachen. Oh, SMR! Oh! Oké, laat maar. Jongen, daar heb je niks aan. Ik heb geen punten meer. Oh, kut. Hé, wie heeft Leroy geraakt? Leroy, kom hier. Rilo, ik ben het. Oh yes, ik sta bij hem. Yes. Hier, kom maar, ik heb boost. Wil je boost hebben? Wil je boost hebben, Leroy? Kom dan. Kom maar. Heb je ook de regen?
Sandy. Ja. Heb je ook de raygun? Ja, G. Kom, ah, nice, man. Elkaar in de gezichten. Nee, vijf, wacht. Ik ga eventjes wat geld van de bank afhalen, als je het niet erg vindt. Ja, dat heb ik ook. Oh ja, het beste. Ik heb 250.000 op de bank staan, dus gaat wel. Nou, ik kan niet meer. Zo, 10.000 eraf. Ik heb er zeker nu alweer 8.000 afgehaald, want ja, ik ook. Ik wil die paralyzer. Even kijken, ik pak de PDW die hang ik even bij Leroy op. Ah shit, dat ding is nog dicht. YOLO, omlopen. Leroy moet dat ding nog even openmaken, jongens. Nee, ik kan niet gewoon via die trap. Leroy is ook boven. Ah, hij volgt me, ik heb boost. Ga weg, Leroy. Ik ben niet te koop. Oprotten. Hij is een stalker. Oprotten. Ik heb geen drank voor je. Ik ga het zelf opdrinken. Moab. Yeah. Yeah. Ik heb goblin knuckles. Wat ging ik doen? Oh ja, ik had geld gepakt voor een wapen. Kom Jan. Oh ja. Oh jee. Oh ja. Oei. Paralyzer. Schiet me eroverheen dan. Nee, doe maar niet. Oh. Dan moet ik ook weer terug naar. Ik heb er zin in. Oh, ik had bijna ook paralyzer. Dan ging ik net verder. Dat kan niet. Je kan hem één paralyzer. Dat kan niet. Je kan maar één, ja. Jee, 5-7 naar Kimbo, dat heb je lek voor ammo, kom maar op. My kill. Ik heb nog steeds een beretten. Niet mijn kill nakken, Sandy. Ik zal Leroy wel eventjes door dat ding heen laten rennen. Kom hier hierheen, Leroy. Wacht, ik knijf hem wel even, dan loopt hij wat sneller. Kom hier, waar ben je nou? Ah, hij loopt niet achter me aan, kom hier. Dikzak. Hier komen. Goed zo. Kom maar. Goed zo. Ja, knal je hem even door de Juggernaut, of niet? Oh, door de Juggernaut, ook goed. Oh ja, weet jij wel. Nee, kom maar, dan knal ik hem door de Juggernaut. Kom maar, Leroy, volg maar. Follow the leader, leader. Oh yes, nijven, wacht. Eerst even wachten, Leroy. Oh, even, ga nice. Eerst even nijven. Laat mij de zombies nijven. Zombies. Ik zie geen zombies meer. Zombies. Okay. Ah, ze zijn weg. En Leroy is ook weg. Die andere chopper, die staat te hoog, man. Waar is Leroy? Oh nee! Oh nee! Klik hem maar op hoor. Dan ga je, doe jij dat maar. Dan gaan we weer hoor. Stommerik. Dan hebben we. Oh shit! Ik had je bijna, kruip ik per ongeluk weg. Zombie in mijn rug! Oprotten. Ja, boeien, ik had toch nog geen perks, dus maakt niet zo uit. Nee joh. Heeft er iemand boost? Heeft er iemand boost? Ja, ik heb. Oh, dank je wel. Leroy! Kom hier! Hij moet even hierheen komen. Kom, oh shit. In je kont. Kom. Waarom komt hij niet hier naartoe? Heb je die boost wel of niet? Ja. Dan toch? Is die boost uitgebukt. Wacht, even kijken. Ik weet het niet hoor. Waar is die? Even kijken. Knife hem is? Ja, wacht. Ik loop even naar hem toe. Oh nee, ik heb geen boost meer. Kutjes. Oh ja, nee, dat begrijp ik. Ah joh. YOLO. Pak iemand anders het even dan. Waar is oh, het? Oh, hammer. Ik heb een hammer. Nice. Hé, hey, waar is die in de cel, die boost? Even kijken. Waarschijnlijk wel of in de pub. Nee, in de cel is die niet meer. Dan is hij in de bar waarschijnlijk. Ja, dan zal ik hem even... Max ammo, reload! Yo! Hé, hey, hij zit hier ook niet in de pub hoor. Niet? Dan... Dan in de bank, hé, hey, in de bank. Kan hij daar ook liggen? Okay. Ja, volgens mij wel. Even kijken dan, ik loop er wel van naartoe. Nee, oh. What the fuck? Dan ligt hij gewoon nog in zijn cel waarschijnlijk. Of, hey, iemand heeft hem, dat kan ook, maar ik heb het niet. Of iemand ziet het over het hoofd, Jan. Bij mij staat hij onderin. Ja, iets. Nee. Ja, dan heb je hem. Nee, er staat iets, ik zeg er staat iets onderin, jongen. Ja, dat is jongen. Die boost. Ik ben een zombie, nu blaad me. Ik kan hem toch niet aan die vent geven. Kijk maar, waar is die? Ja, maar... Hij is hier helemaal, bij de ja, bar. Ik ga naar hem toe. Leroy, dikzak. Zie, ik kan het niet aan hem geven. Hij rent wat weg. Wat de hel, man. Oh, dat komt denk ik omdat we hem, omdat jij in de... Oh, what the fuck. We moeten hem even opnieuw opsluiten. Anders doe ik, wacht, ik doe even down. Wacht, ik ga wel down. Nee, wacht. Niet doen. Jawel, revive me, kom, revive me. Nee! Kut, ja, Wessel is ook down, revive me. Misschien werkt het nu. Ik werd gedubbeld. Kijk, nu heb ik niks meer, Ja, nee, dan spant de boost ergens volgende anders. Ronde. Ja, daarom. Ja, maar dat was gewoon bugged, man. Ja, man. Ah joh, boeien. Echt vervelend, als die zombies je dubbel slepen. Oh, je regen. Ja, klopt, dan slaan ze twee keer vet snel achter elkaar, ja, joh, man. Ja, daarom, ik was gedubbel slepen toen... Klopt, als je Juggernaut hebt, heb je daar niks meer... Nee, klopt, maar die hebben we dus nou nog niet. Nee. Dat is wel poep. Jij bent poep. Ja, klopt, ook. En zombies wel, ja. Hé, hey, Leroy, dat is goed, jongen. Hé, kijk, nu kun je die boost niet kopen, dus hij moet weer ergens gespawnd zijn. Ja, klopt. Even zoeken dan.
Wacht, ik zal even kijken in zijn cel. Meestal spannend is eerst... Nee, spannend niet in zijn cel. Nee, hij zit ook niet in de bar. Dus waar de fuck is hij dan? Misschien spant hij nu. Kijk nu maar even, kijk nu maar even. Want Call of Duty Logics? Ja, ja joh. Zelf. Er zit geen logic in, man. Nee. Niet altijd, nee. Wacht, kan ik het kopen? Nee, dus hij is spant. Ik weet het ook niet. Ik weet alleen dat hij in de pub kan liggen of in de... Met zijn cel, maar voor de rest weet ik het ook niet. Wacht, ik weet misschien al waar. Zoek gewoon. Hierboven volgens mij in de bar. Nee. Ik ga even pinnen. Hij heeft gewoon alles opgedronken. Nou, zuiplap. Ja, dat zie je ook wel. Hey, instant kill. Oh, ik heb nog veel op mijn bank staan ook nog. Wist ik niet eens. Dacht de helft is allemaal af. Of heeft iemand hem al een keer laten liggen? Dat hij down is gegaan, maar dat hij... Hier ja, ligt hij. Ja, hier ligt hij. Hier ligt de boost, ik heb hem. Waar lag hij? Bij de chalks. Bij de? Ja, nee, dan is hij... Jawel. Huh, maar hoe kan hij daar liggen? Nou ja, boeien, we hebben hem. Fuck it, YOLO. Ga rennen. Ja, dan moet je even de juggernaut. De juggernaut. Kom, boy. Kom. Hé, hey, hier. Gast, kom. Lange. Hij komt achter je aan. Wessel, rennen! Wessel, hij komt achter je aan! Rennen! Rennen! Oh, kut. Hé, hey, double punch. Kom. Even zombies killen, ik heb double punch. Zombies! Iemand? Nee? Dan niet. Stomme ding. Je kijkt voor die dingen. Oké, okay, rennen, Leroy. Kom op. Ja, kruipen daarin. 3, 2, 1. Raa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 a
braaf, braaf. Oh, kijk uit voor die headshoppers. Ik sprong er zo in. Slim. Nee, ja, nou heb je dit Juggernaut, dat maakt niet even zo uit. Even een Mulekick kopen. Kom Sandy, we gaan een Mulekick kopen. Oh, ik ga even geld van de bank halen. Oh, goed. Job! Ja, ik heb Mulekick. Weer tering voor money van mijn bank halen, jezus. Zo hoort het. Niet rekenen dat daar. Oh, ik dacht dat ik Lero had geraakt. Hey, zorg even dat je zo min mogelijk zombies killt, bij wave 8. Ja, we moeten even zorgen. Als we zo meteen bij ongeveer wave 10 door de Witch's House gaan. Ja? Ja. Dan moeten we eventjes alvast 4 perks hebben, dat we 5 perks krijgen. Klopt. Ja, daarom. Dus we moeten zo meteen die Vulture 8 kopen en die Speed Cola. En Speed Cola en Mulekick en Juggernaut. Ja, die hebben we allemaal, volgens mij. Speed Cola. Ja, true. Ja. Dikke. We moeten alleen nog die kerk en dat gangpaardje. Ja, even openen. De kerk. Doe iemand de kerk nu alvast dan? Of het gangpaardje? Ja, ik zal het even proberen. Even kijken waar de boost ligt. Oh, hier. Even mijn geld opboksen. Oh, ik schoot bijna tegen jou aan. Gek, max ammo, jongens. Yo, doe maar. Niemand heeft nog timebom, hè? Of wel? Nee, man. Ik ga dan even voor boksen, man. Oh, timebom. Ja, ik zei het net, hè. Niemand heeft nog timebom. Timebom. Ja. Gooi hem alvast af. Gooi hem gewoon neer, hè, die timebom. Niemand heeft een regen. Oh nee, niemand heeft een paralyzer. Hey, gooi die timebom af. Ik heb paralyzer. Oh, ook al. Ja, man. Hallo. Hey, gooi die timebom neer. Yo, scooter. Yo. Nice. Ik ben lekker mijn RPG leeg aan het schieten. Oh, triple! Triple kill. Die gaat in top 5 players of the week, sowieso. Ja, man. gewoon niet. Jongen, je kan hier een dikke chain kill halen, man. Vet iets. Ik had met mijn Lightning Strike op Groente had ik 6 kills. Ik gooide hem neer op een midden, bam. 6 kills. Lol. Oh ja, een raid. Eerst 4, daarna 2. Jongen, dat gebeurt zo vaak met die Lightning. Die dingen, Lightning en Hellstorm, jongen. Je krijgt zo vaak gewoon een 6 man, ja. 5 man. Zeg niet normaal, man. Fucking chill. Ja. Gewoon als je bijvoorbeeld Nuketown of Hijjack speelt, eerst altijd gewoon je Lightning gooien. En als je Lightning is geweest en ze spannen dus allemaal op één plek, gooi je super snel je Hellstorm erachteraan, krijg je dikke 6 man. Altijd. Ja, joh. Dat is gewoon een standaard iets daar. In die twee mappen. Hé, hey, wacht. Laten we dan ook even meteen die fontein kapot maken hier, oh. En dan een fontein in Dolf en dan kunnen we makkelijker weg. Ik heb nog steeds geen chill wapen gekregen, man.
Ik wacht nog steeds op het chill wapen. Ik heb alleen nog een regen gekregen en een DSF-50. Nou. Oh, MTAR, oké. Okay. MTAR kan ik mee doen. Heb je geen regen Mark 2, Jan? Jawel. Oh, ik dacht. Maar ik heb net al, ik heb het weer 100 keer geprobeerd of zo. En nu heb ik de MTAR, maar dat vind ik wel even best. Nee, ik heb ook een MTAR. En ik heb een regen. Oh ja, ik moet hierheen. Ik was de weg kwijt. Lol. Even wat money van de bank afhalen. Dan koop ik eventjes die twee perks die ik nog moet. Speed, cola en... Nou, doe ik 7000 toch? Ah, joh, ik haal gewoon 13.000. Kan ik de box nog een paar keer doen. Oh, ik heb 15.000. Lekker. Tuurlijk, haal er gewoon fucking veel af. Maakt niet uit. Ah, joh, we hebben er toch niks aan. Komt wel goed. Je zet zometeen zeker er toch weer geld op. Ja, daarom. Nog eventjes een kalk ding halen. PDW. Als we gewoon alles geüpgraded hebben, gaan we gewoon bij de Juggernaut staan. Maken we gewoon alles. En ja, dan gaan joh. Dan gaan we die subwoofer even goed maken. Oh ja, dat is beest, jongen. Nou, we hebben in ieder geval wel dat ding. Ja, in ieder geval. Zo, 12.000 headshopper. Boxen. En dat soort shit. Oh, ik ga speedkolen halen. Ik was alweer vergeten wat ik ging doen. Die M-Tor heeft echt veel recoil, man. Ja, maar op online is hij wel super chill. De M-Tor en de Hammer hebben echt veel recoil. Ja. Maar sowieso vind ik het jammer van de Hammer, want de Hammer is super goed op online, daar heeft hij geen recoil, maar hier wel. Ja, ja, Hero heeft alles heeft hier meer recoil zo. Ja, dat is een beetje raar. Ja, man, nee, het is wel heel erg hoor. Keer 2. Nice. Bijvoorbeeld ja, bij Gun Game ook hoor. De Excursion bijvoorbeeld of alles. Nee, daar is die het wel zijn veel slapper geworden. Nee. Op Gun Game, alle multiplayer is hetzelfde. Maar ze hebben het hier volgens mij gewoon expres gedaan, want het boeit toch niet. Als je een dikke reep train hebt en je hebt 30 zombies achter je aan, dan boeit die recoil niks. Dus je moet alle zombies tegelijk raken. Dan moet je erbij zijn, dan krijg je meer headshots. Ja, dan schiet je gewoon 20 headshots tegelijk in plaats van 1. Ja, man. Hey Leroy! Hey, we kunnen door de weight door als we willen. Door de? Nee, moment, even. Door de wat? Door de Haunted Mansion. Oh ja, wacht even. Ik koop nog even die twee perks. Even perks kopen. Ik ga nu even speedkolen halen. En alles op mijn bank zetten, want ik ga niet met 10.000 op die fucking mansion heen. Even proberen een beter wapen te krijgen. Geld, dan heb je straks gewoon geld genoeg. Ik heb ook monkey bombs, jongens. Nice. Oh, MTAS 16, jongen. Ik ga toch niks goeds krijgen. Fuck dat. Weg hier. Nog eventjes dat ding halen. Hoe heet dat? Vulture 8? Ja. Scavenger. Ja, ik noem het gewoon Scavenger altijd. Ja, ik scavenger. Ook. Natuurlijk omdat hij in zak komt. No! Het lijkt net of je zit, ouwe. Het lijkt net of je aan het kakken bent in de lucht. Het zag er echt niet uit. Oké. Okay. Oh, what the fuck. Oh ja, yeah, hem. Deze kopen. Deze kost 4 Hey, Wessel, kom anders ook alvast naar de hand. Ja, kom eraan. Okidoki. Ik heb alles. Ik ga gewoon met dit geld er naartoe, hoor. Als ik 2k verlies, boeit het me niet. Ja, ja, is goed. Oké, okay, zeg maar als je er bent. YOLO. Ik kom eraan. Ik ben al onderweg. Okidoki. Met een hamer en een regen. Nou, dat moet wel lukken. Denk ik zo. Lol, ik schiet zo'n zombie uit het dak. Ik zag twee blauwe stipjes. Ik dacht, ik schiet gewoon. Krant ik zo'n zombie uit het dak op de andere kant van de map. Oké, okay, let's go mensen. Langzaam er doorheen lopen, hè. Langzaam. Oké, okay, even reloaden en dan gaan we naar binnen. Ik doe de deur open. Oké. Oké, let's go. Langzaam. Oh shit, er zitten twee... Wacht, ik knal ze even achter ons af. Nee, niet dichtgaan, boekenkast. Kut, ik ben nou al alles kwijt. Als ik hier doorheen loop... Rustig. Ga jij voorop. Ga je doorrennen, Jan. Nee, rustig. Ze kunnen alleen maar voor je spannen. Dus als je gewoon voor je afknalt, dan heb je er geen last van. Rustig. Oké, nu in één keer naar buiten. Nu, naar buiten. En dan achter je kijken. 3, 2, 1. En achter... Wacht tot ze naar buiten komen. Let op. Check ook iemand rechts, hè. Ze kunnen ook nog rechts komen. Oké, ik dek wel rechts. Oké, was dat het al? Oh nee, ik zie er hier nog een paar. Was dat het? Nee, er komen er nog meer. Even wachten, rechts. Waar komt ie? Oh ja. Nog één rechts. Maar ze is geen permanent. Wacht even tot ze buiten zijn. Yo. Ja, jee. Jee, stamina up. Stamina up. Oh, nice. Kom, oh, hier snel. Staat het ding. Yes, lekker. Kunnen we er al doorheen? Oh, nice. Dan kunnen we er zo meteen gewoon inspringen in die fontein. Ja. Kan je even doorrennen, hè? Ik volg Sandy. Oké, kom maar. Yo, dank u. Oh, what the fuck. Dankjewel. Nou, we zijn meteen met z'n tweede erin gedaan. Ja, maar we hebben hier niks aan. Andere kant op. Nee? Nee, we komen bij een andere poort uit. Rennen! Ik
scheiddolf altijd, jongen. Het verandert steeds. Hey, waarom kan ik er nou niet overheen? Want je faalt. Dan moet ik weer wachten tot dat klote ding. Zo, waar moeten we helemaal heen rennen, hé, Wessel? Ja, een heel eind. Ik weet wat de heck? Links. Huh? Nee, dan gaan we naar de kant. Nee, niet. Huh? Wacht, ik ga hier rechtdoor, wacht. Huh? Huh? Ofwel? Huh? What the fuck? Wacht, andere kant op, wacht. Ga hier eens in, kom hier eens in. Waar ben je? Jan, waar ben je? Ik ben er overheen. Oh, huh? Waar ben je? Yo, wacht, ik kom eraan. Hij is even overheated. Wacht, ik ben er weg. Huh? Fuck! Blijf. Volgens mij ben ik er. Sandy, ik ben er volgens mij. Ben ik er? Yay! Woo! Nu Wessel nog. Ik ben er ook, wacht, ik ben er ook volgens mij. Die twee, ja, ik ben er. Lekker. Yo, okay, kom allemaal beneden, let's go naar beneden. Let's go naar beneden, hey. Oké, dek iemand het raampje weer, ja? Hey, Riem, alsjeblieft, geef me even een waarschuwing van het gat nog links. Ja, is goed. Flashback. Oh my god. Flashback. Sandy valt hier al links naar beneden met een... Petrifier, met Galil geupgrade, met Reken geupgrade. Ja, met een timebom. Met tijdbom. Oh, maar geniaal. Nou blijft lekker hier. Ja, is goed. Hé, ik heb scavenger. Even dat money packje oppakken. Zo. Ook scavenger. Ik schiet even mijn ammo op. Het is wel super chill, maar ik vind het wel jammer dat die ene tombstone perk er niet meer in zit. Dus, als jullie alles geupgrade hebben, gaan we weer weg. Ja. Ja. Gelukkig. Ik houd hier echt niet meer langer uit. Wat zeggen ze nou eigenlijk? Harpendorf? Of wat zeggen ze nou eigenlijk als je... Carpenter! Zeggen ze. Volgens mij Carpenter, toch? Ja, Carpenter. Carpenter is timmerman. Ik noem het altijd cocktail. Want ze zeggen soms cocktail. Ook... Ze zeggen soms eens cocktail! Dus nu weet ik het. Carpenter. Ik ga lekker in het hoekje Carpenter. Liggen, want ik hoef niks te doen, joh. Nee, zombie, ik ben kom dan. Jee, WV11. Gaan jullie maar lekker upgraden, ik ga lekker chillen. Okay. Ja. Kijk uit voor het gat, Sandy. Ja, ik zit hier lekker in het hoekje. Okay, mooi zo. Ja, wat denk jij dan? Ik ga echt lachen als je door het gat heen flikkert. Echt keihard gewoon. Ik ga wel even kijken. Nee, niet kijken, zo meteen flikker je eroverheen, want je bent zo'n retard. Oh, ja, inderdaad, wacht, ik ga lekker in. De meeste mensen zeggen als je een retard uitscheldt, dan zeggen ze, what the fuck, wat noem je een retard? Jij gaat erom lachen van, oké. Ja, nee, maar weet je wat het is? Straks gebeurt het wel in één keer namelijk. Ja, maar kijk, het punt is, jij weet gewoon zelf dat je Mogol bent, dat je dat soort dingen doet. Ja, inderdaad. Nou, ja. Daar heb je het ik weet het ook van mezelf, hoor. Dat is gewoon een teringharde waarheid. Als ik daar over het hoekje of over het rondje heen ga kijken, dan weet ik gewoon van mezelf dat ik erin flikker. Ja, natuurlijk, waarom niet? Hé, hey, waar zijn jullie eigenlijk? Want nou ben ik hier wij staan, in mijn eentje. Ja, wij staan boven, jongen. Ja. Oh, jullie hebben me gewoon verlaten. Oké, okay, lekker tuurlijk. Is dat. Ah. We gunnen je geen kills. Lekkere teammates zijn jullie, zeg. Tuurlijk. Wacht, ik kom ook gewoon naar boven. Fuck kutgat, ik flikker altijd door dat scheidgat heen. Ja, maar dat is echt zo'n gat gemaakt gewoon om jou vast te zetten. Ja, je loopt langs de eerste, loop je via de linkerkant langs, kom je bij de tweede, ja. Poepgat. Hé, man, ik kan niet gewoon mijn ogen poefgat, ja. Dat heb jij. Dat ik ga schijten, kijk, ik ga schijten. Nu wordt het een poefgat. Oh, lekker aan het schijten. Wie is mij aan het zien schijten? Oh, sorry. Ik ga mijn M-Tor pakken punchen. Mijn M-Tor ga ik pakken punchen. Heb jij helemaal niks aan, maar goed. Kom maar. YOLO. Kaboom. Yo, ik heb... Wow, yo! Zal ik de naam opnoemen wat de M-Tor, hoe de M-Tor heet? Nou, noem het Oké, daar komt ie. De Malefen... Wacht, de Malevolent... Tak... Kut, wacht. Taxonomic... Malefant. Taxonomic... Anodist... Redeemer. Yeah! Nou, het past gewoon in mijn schermpje, gek. Ja, ik wil vandaag met de Malelovent... Taxonomic Anodist Redeemer. Moet je dat in de titel van de video zeggen? Nou, jij de titel zat vol. Ja, inderdaad. Hij is wel een mooie naam. Het past bijna niet meer in een tweet. En dan kom je bij de hammer en de hammer verandert gewoon in slash hammer. Gewoon fucking simpel, slash hammer, klaar. Hey, Wessel, moet jij nog upgraden? Ja, ik moet upgraden, ja. Ik ben best aan het killstealen, alles. Ja. Jan, doe nou niet, want ik wil hier zo snel mogelijk weer weg. Nee, ik wil hier lang blijven staan, dan flik jij erin door het gat. Deze plek geeft me herinneringen, jongen, dat wil je niet weten. Deze plek geeft je nachtmerries. Ja, jongen, ik zweer het je. Jongen, jij flikkert door dat gat, hè, dat is je eigen schuld.
Nee jongen, dat gat is der dat, dat gat heet het gat der verdoemenis. Oh, oké. Okay. Het poefgat. Ja, die heet het ook gat. Het gat de, ja, die klinkt beter. Oh. Hey, nee jongen, we zitten gewoon nu in de anus van Leroy. Dit is een scheid, dit is een scheidput, ouwe. Een scheidput van Leroy. Waar je kan pekkenpuntje. Waar je kan pekkenpuntje. Regen pekkenpuntje. Ja. Oh. Hoekom. Plus 1, jongens. Regen, die heet Porter Regen. Ook zoiets makkelijk. Ja. Maar ik heb wel een leuke reflex. Ik ben ook echt zo'n voltje, want ik ga de hele tijd aan die rand van het gat staan. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo slim, jij. Moet je dan, straks moet heb je echt karma, hoor. Moet je op de rand van het ding gaan staan en dan moet je regen schieten. Jij bent grappen. Ja, dat weet ik. Max Ammo, jongens, gooi je timebom, gooi je timebom. Ja, die heb ik niet. Oh. Ik heb geen timebom. Oh, wacht, dan pakken we wel Max Ammo. Oké. Okay. Nu wel. Ja. Ik dacht dat je er nog één had, man. Ik loop met mijn klokje, loop ik hey, hey, fucking nice, jongen. Jullie hebben nu tijdbom. Als ik in die gat flikker, dan kunnen jullie gewoon tijdbom... Waarom? Nee, niet doen. Jawel, flikker. Als je nee, niet flikker, hoor. Ik ga nee, een regen maar pakken. Je begrijpt me toch wel. Stel, oh, het gebeurt. Ja, oké. Okay. Stel het gebeurt, dan is het goed. Dan mag het. Hey, ben je nou bijna klaar, Wessel, alsjeblieft? Porters Mark 2 regen, okidoki. Nee, ik moet alleen nog de hammer pakken, puntje. Oh, gelukkig. Ik heb alles al gepakken. Ga nou niet kill stealen. De DSR ga ik niet pakken, puntje. Jawel, jongen, ik ben een killsteel hoor, je weet zelf. Hoor. Oh. Hoor. Viesrik. Ja, dat zeg jij. Ja, weet ik. Laat me, ja. Jij begint als allereerst volgens mij met de poep gehad. Ja, klopt. Kut. Ik knijf gewoon verkeerd. Nee, kut. Je moet ook niet knijven, jongen. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik pack a punch it naar Leroy's anus. Nou. Jongen, hij heeft wel een mooie anus, ouwe. Er zit gewoon een pack-and-punch machine in. Ja, jongen. Hij heeft zelfs allemaal aparte ruimtes in zijn anus. En een trappetje zodat het stront omlaag kan glijden. En dat dol. Het gaat stop, stop. Stop, het gaat te ver. Stoppen. Hé, de dolf is de darmen. Jongen. Ja, joh. Stop ja, maar weer. Stop maar weer. Andere... zombie gaat niet dood door mijn pet, oh. Ja, laat maar. Petrifier. Ja. Het is een pet-a-fryer. Snap je? Pet? Een pedofiele fire. Oh, jongens. Slecht. Oh, oh, ah, we zijn wel al bij wave 13, jongens. Nieuw record. Nee, eigenlijk niet. Ah, kut. Dat was oh, Max nice. Ammo. Oh, nice. Hey, nog niet timebom. Nee, niet timebom gooien. Oh, oké. Weet je wel hoe je timebom moet gebruiken? Ja, iets met die Max Ammo, maar ik weet niet precies. Oh, nee, niet dus. Hij weet dus niet hoe hij moet gebruiken. Nou, Sandy, leg het even uit. Voor Max Ammo of zoiets moet je hem gooien. Nee, hoe je hem moet terugzetten. Luister. Als Jan en ik bijvoorbeeld down zijn, moet jij de tijdbom inzetten, oké? Okay? Dat is alles. Oh ja. Weet je hoe je moet inzetten? Ja. Ik heb het ding wel eens een keer gehad, maar ik weet niet... Oké, okay, Wessel, upgrade alsjeblieft. Ja, ik ga hem upgraden. Ik ben wel lekker aan het knallen, ouwe. Ik kan het hier nog even volhouden. Kom, we blijven hier nog een ronde. Nou, ik wil hier weg. Nee, ik wil hier weg. Nee, nog een ronde. Deze geeft me gedachten, Jan. Ik geef het je gedachten. Nachtmerries? Ja, duh, je zit in een poepgat van Leroy. Wat denk je zelf dat je nachtmerries geeft? Ja, okay. Nou of niet? Van mij mogen ja, oké, okay, we gaan hey, rennen. Ik boek hem hoor. Later. Hé, hey, ga hier gewoon overheen. Ik ga hier gewoon overheen, hè? Ik niet. Okay. Ik ga rennen. Later. Kut, ik weet de weg niet meer. Fuck. Wow, ik vlieg tering hoog. Lol. Oh, what the fuck? Ik kan niet over dat hek. Kijk hem, hek, kijk hem vliegen. What the oh, fuck? Oh, ik ben bijna down, jongen. Ik ben helemaal rood. En als ik zo hoog vliegt. Hey, ik ben al bij de fontein hoor. Ik ook. Ik niet. Oh, lol. Kom, we springen alle drie tegelijk in, ja? Ja, ik niet. Ik ben er nog dolphin niet. Dolphin diven. Wacht even op Wessel. Ik ben er bijna. Kill eerst nog even wat zombies, nu weer toch nog ja, staan. Ik ben er. Oké, okay, dolphin dive. 3, 2, 1. Dolphin dive! Oh kut, ik spring er overheen. Oh. Opnieuw! Opnieuw! Nee, ik spring er weer overheen! Yes! Yay! Oh mijn god. De zombies sloten me in, hè jongen. Als ik weer missprong, dan was ik dood geweest. Oh, je duwt me naar de zijkant. Oké, okay, oh, we zijn er weer, jongens. Hè. Hey, oké, okay, en nu maken we even crawler, hè, voor als we... Want we gaan toch bij de, weet het, we gaan toch bij de Juggernaut campen. Ik ga gewoon nog even rondrennen. Gewoon even rondrennen, joh. Je kan nu nog makkelijk rondrennen. Kijk, jongen, mijn geupgraden aan heb ik hier zo. Bij wave 20 of zo hoeven we pas bij de Juggernaut te gaan zitten. Holy shit, jongen. Die upgraded aan heeft maar 2 kogels nodig. Lol, nice. Moet je dit zien? Kijk, 1, 2. En je kan nog Emma verkopen als je heel het headshot schiet met die
Die DSR kun je dus nog gewoon one shot one kill krijgen. Klopt. Helemaal als die packer punches, man. Die Remington of zo, dat pistooltje, weet je wel, die nieuwe. Die heb ook echt gewoon tot wave 30 of zo one shots als je hem hebt gepack en punched. Serieus? Ja, man. Dat ding is echt beest hard als je hem hebt gepack en punched. Maar ik heb lekker de, hoe heet het wapen ook alweer? De redeemed mistletoe ding achtig. Camel toe, alsjeblieft, zoiets. Camel toe. Weet ik veel hoe dat ding heet. Die pack en punched Emtar is veel makkelijker, man. Zo, er staan wel veel zombies, gek. Holy shit. Wacht, maak even crawlen voor de zekerheid. Hey, ik ben out of ammo. Oh, kut, ik pakte hem. Ah, shit, ik had hem nog niet moeten oppakken. Nou ja, YOLO. Nou, maakt niet uit. Nee, joh. We overleven toch wel, man. Ja. Ik zweer, hè. Als ik nu een nieuw keer kwijt raak, raak ik mijn Anne geupgrade kwijt, hè. Ja, ik ook. Dan raak ik mijn Raven volgens mij kwijt. Ik weet niet wat ik kwijt raak. Oké, wacht. Crawler. Gooi even een paar granaten. Die pakketjes zijn echt handig. Niet pakken, niet die atoombom pakken. Even niet meer killen, ik heb allemaal nades gegooid. Hey, hebben we een crawler? Nee, ik ben er een aan het maken. Ja, we hebben er één. Oh, ja. Nou, laat maar, die is op het hoofd. Oh ja. Laat maar, ik heb hier. Oké. Even nijven, jongens. Oh nee, insta kill. Oké, laat die rennen. Nee, joh. pak die atoombom op. Ah! Kut. Bijna, ouwe, bijna. Oh mijn god, we falen nog harder. Ja, we falen hard. Oh my god. Hey, heb ik een down? Wanneer was ik down gegaan? Ja, omdat je dacht dat je die boe zat. Oh ja. Malevolent, Taxonomic, Adonosi, de Redeemer. Hey, in één keer. Dat is een mond vol. Ja, jongen. Ik vind het wel een vette naam, ouwe. Zo'n naam moest ook in de multiplayer doen. Als iemand dan een commentary gaat maken en die hebt dat wapen. Gewoon zo'n twee zinnen lang, weet je wel. Dan zit de commentary erop, omdat hij die naam niet uit kan spreken. Yo mensen, van Hupplepup. Yo mensen, Rask hier en welkom bij weer een nieuwe commentary. Vandaag speel ik met de... Ja, dat wapen, ja. Is het eigenlijk gewoon een aug, weet je wel. Ik speel vandaag met de aug. Ja, inderdaad. Veel makkelijker. Ik sta bij de hele tijd bij de bar, hé. Ik hou ze wel bezig bij de bar. Als jullie met z'n tweeën daar blijven. Nou, ja, hoor. Dat is niet. Ik blijf maar al te graag hier. Ja, dat weet ik. Kom, we gaan terug naar de pack and punch. Ja, jij bent gek. Ja, klopt. Hey, instakill. Oh, nice. Knijven. Als ik zombies tegenkom. Oh, ja. Oh, en double punch. Als je max ammo hebt, gooi dan eerst eventjes die timebom, hè, jongens. Ja, klopt. Oh, waar zitten al die zombies? Hebben jullie zombies of zo? Ja. Oh, ik zie er weer een. Oké, jongens, wacht. Even crawlen maken. Waarom? De wave is nog lang niet voorbij, volgens mij, hè? Ja, maar voor de zekerheid, dan hou ik gewoon eentje apart. Oké, die is dood, lammer. Ja, hou ik er eentje apart. Pff, die is dood. Oh, ja, yes, ik heb die nieuwe Remington. Oh, nice. Moet je een pack en punchen? Ja, maar nu kan ik fucking ook mijn Galvanux nog gebruiken. Die heb ik ook nog. In één keer schieten en dan... Ah, ik ben out of ammo. Wacht, even crawlen maken. 2, 3, 4... 5. Ja, ik heb een crawler. Nice. Oké, dat waren de laatste. Oké, Ik heb ook een crawler. Oké, ik ga die subwoofer maken. Okay, oh nice. Ja, ik maak ook wel wat. Als je even wil maken, dan maar ook deze zombie wel bezig, zijn pijnen. Oh, wat is spant iemand. Volgens mij heb jij nu die ene voor de subwoofer gepakt, Jan. Ja, ik heb de... Oh, twee crawlers. Ik heb de bas. Ik schiet even eentje door. Oké, hey, waar ga je hem bouwen eigenlijk, Jan? In de kerk moet hij toch? Hij moet toch in de kerk? Ja, in de kerk. Oh, hij kan overal. Nee, hij kan maar op één tafel alles. Nee. Je kan ook bijvoorbeeld de subwoofer daar in het begin bouwen. Oh, nou, hij zit nu in de kerk. Dan bouwen we de turbine in de ding, ja? In de pub. Yo, ik moet het helemaal omlopen, bullshit. Sandy, knal jij me er even overheen zo als je terug. Ja, ik wou net zeggen, ik kan er overheen vliegen. Ik heb geen zin om er om me heen te lopen. Wat moeten we nog meer hebben? We pakken gewoon, je hebt toch dat ding nodig. Die steun, toch? Ah, fucking YOLO. Ja. Jongen, schiet nou raak, dikzak. 3, 2, 1, spring. Yo. Ik kon er beter omheen lopen, dat was sneller gegaan.
Oh ja, deze hebben we nodig. My part. Rennen! Zit er nog een vraagteken in de kerk? Ja, toch? Dan zet ja, ik even... Ja, die zit volgens mij... Ah shit, ik heb de verkeerde part. Daarboven, ja, die zit daarboven. Ja, ik zal wel wat tekenen. Tekentijd! Yo, ik heb de part. Jee, kijk hoe mooi ik kan tekenen. Fuck yeah. Hé, hey, we moeten nog één ding hebben voor die subwoofer. Oh ja, ik bouw alvast de turbine dan. Yo, ik ga we er weer even overheen, wacht. Ah. Oh, lul. Hé! Hey. Hé, hey, het moe kick. Oké, 3, 2, 1, go. Ja. Jongen, wat nou? Jij schiet niet goed. Jawel, jij loopt niet goed. Ik loop, jongen. Go. My back. Kom vechten dan. Leroy zit weer in zijn kooi. Meteen, je moet meteen weer vechten, hè? Wat is er nou? We waren toch maatjes? Nee, niet als jij niet goed schiet. Hé, hey man, dat is een goede part. Je moet een ander part hebben. Ik heb dinges gepakt. Voor ik heb volgens mij de subwoofer. Ik heb de turbine ding. De pop. Ja, de turbine hebben we sowieso nodig. Zo, weet ik. Oké, dus pak de subwoofer alvast. Hè. Dan pak ik zo de turbine. Dan hebben we dat dikke ding. Dat zit dikke ding. Zit iemand bij ronde 16 pas een timebom? Ja, ja, is goed. Ik pak even het vleugeltje. Klik. Yo, subway... Wacht, hoe heet het? Subsurface Resonator is klaar. Ja, gewoon de Resonator. Noem het gewoon de subwoofer, dat is veel vetter. Ja, inderdaad. What the fuck? De subwoofer... De subwoofer en de wire. Mag ik hem kapot maken? Nee. We moeten nog de turbine bouwen. Ik ben heen en weer aan het rennen met mijn stemmen. Wacht, ik pleur ook even wat geld op mijn bank. Oh ja, dat doe ik er zo ook even. Ik heb nog één part nodig voor de turbine. Dan moeten we straks ook even weer van die headchoppers halen. Wacht, ik heb nog één part nodig voor de turbine. Die ligt volgens mij boven. Oh ja, dat is voor de trampoline die boven ligt. Nee, daar zit een ventilator volgens mij toch ook? Nee, dit is voor de trampoline. Waar is daar volgens mij ook een ventilator. Er zit een ventilator. Oh ja, ik zag hem. Hij stond in de dark corner, man. Ik zag hem niet. Ik pak er gewoon iets. Okidoki. Ventilator en volgens mij heb ik dan toch alles al? Of heb ik ook nog de radiator nodig of zo? Nee, toch? Want de accu zit er al. Nee, volgens mij zijn één stuk. Oh ja, je hebt dat vinnetje ook. Ja, ik heb de turbine. Oké. Nice. Oké, maak even jullie headchoppers kapot dan, want dan kun je een nieuw halen. Oké, wacht even. Laat gewoon staan. 5, 6. Laat gewoon staan. God. Laat die headchoppers gewoon kijk, staan. Kijk. Ze hitten pas als je springt, hè. Je moet ze even laag Jullie hebben ze fucking hoog gehangen. Ja, ik niet. Ik heb nog ineens een headchopper gehad. Ik zet mijn turbine over hier. Dat ding blijft toch gewoon de hele tijd aan, als die niet kapot gaat. Ah, fuck it, hier. Hier. Ja, inderdaad. Zet jij maar neer, oké. Oké, zet dat ding neer. Oké, we gaan de hele wave niks doen, ja? We gaan de hele wave niks doen. Oh, jongen. Dat ding is echt dik. De subwoofer gaat op een gegeven moment kapot, hè? Nou en? Daar moeten we nu gebruik van maken. Kom dan, we maken er nu gebruik van. Ga erachter staan. Oh, ga weg. Hij raakt me. Kom. Ja, ik ga even dit claymos kopen. Wessel, kom staan. Oh, kijk ze vliegen, houden. Woehoe! Hij gaat claymos halen. We hoeven nu de hele ronde niks te doen, man. Volgende ronde ga ik wel weer lang rondlopen, hoor. Oh, ja. Yeah. Kijk dit, wat de fuck is snake voorbij vliegen? Ja jongen, ze vliegen fucking. Kijk dan jongen. Holy fuck, gek. Holy shit. Dat ding is echt dik. Kijk ze vliegen dan. Oh yeah. Zometeen komen er echt 20 tegelijk, hè. Dan wordt het echt dik. Ja. Oh joh, die ene wordt ook onthoofd en shit. Ja, maar hoeveel van die dingen kun je pakken, die subwoofers? Oh, zoveel als je maar kan, hè. Echt? Ja. Dus iedereen... Ja, ieder kan één. Oh chill, dan gaan we ze toch een paar halen. Oh, en Jan moet weer punten hebben. Ja, jongen, double points, kijk. Hé, hey, kijk voor die, hoe heet het? Headchopper. Ik moet even punten halen. Kijk dit dan, die beesten vliegen gewoon weg. Ik kan niemand raken, man, fuck it. Dat ding is echt dik, ouwe. Ja, ziet heel je pulsje op en neer, jongen. Maar het klopt eigenlijk niet. Hoe kan zo'n wijertje zo'n ding aansturen, man? Dat is waar. Oh, hij is kapot, dat was het. Nou, het was even leuk voor zolang het duurde. Pak even je turbine op, joh. Alles loopt in de weg. Nee, joh, laat gewoon staan. Jij kan hem ook oppakken, hè, dikzak. Ja, ik heb hem al. Oh, yo. Shit, headchopper. Nee, ik word het ook al doorgehit. We moeten even max ammo krijgen, man.
Ik hoor volgens mij wel iets liggen op de grond. Ja, nee, dat is jouw vulture eetje, scavenger. Oh. En je hoeft niet te bukken, je kan ook gewoon kruipen, Wessel. Oh, yo, dit is dik, ouwe. Miep, miep. Nee, joh, ik word gewoon gehit door die ene. Ja, maar je kan wel gewoon er doorheen lopen. Ja, nou wel eigenlijk. Dat is waar. Hé, hey, een atoombom. Hé, daar heb je een nieuwe key. Atoombom. Nieuwe key voor de win. Je weet zelf. Oh ja, yeah, dat was wave 16. Ik ga nu weer rondlopen, jongens. Ik ga even hier mijn claimers inzetten, hier zo. Blijven jullie daar met z'n tweeën staan, ja? Wacht, ik pak nog even een nieuwe subwoofer. Hé, hey, hier heb je die turbine. Nee, die hoef ik niet. Ja, maak nee, die zet ik al voor. Zet hem helemaal daar, dan gooi ik hem kapot. Ik ga even boksen voor een goed wapen. Ja, maar iemand moet even die turbine krijgen. Oh, ik krijg opnieuw de Remington. Terwijl net mijn ammo was op was. No. Ah, chill toch? Ja. Oh, kut! Lekker, oh, nee, ja, lekker! Nee, hij moest nog een timebom neergooien. Neer. Haat er en nog dan... een. Oh, shit. Daarom. Nou, gooi maar neer nu. Ja, doe ik. Hey, gaan jullie bij de Juggernaut weer staan dan? Ja, doen we. Volgens mij horen jullie dat het ding weer bezig is. Ja, jongen. Maar als je daar zit, word je al weggeblazen. Ja, man. Dan voel je het nog trillen. Nee, ik voel wel meer trillen. Oh! Sorry. Dat is precies het. Hij moest even tussendoor, spijt me. Ja, ah, natuurlijk, man. Ja, het is ook weer laat. Ja, oh, dat ding is even uit. Hé, hey, er ligt hier iets. Oh, dat is die timebom. Ik dacht, what the fuck? Ja, die hoorde ik daartussen. Ik zie allemaal van die zakjes liggen daar. Ja, joh. Ik ben allemaal headshots aan het maken, man. Twee witte headshots, ah. Mag al wat meer met 241 kills. Ja, het is maar dat ik die battle gebruik. Ik vind deze map echt vet, man. Ik ook, dit is wel een van de vetste mappen. Nee, het is gewoon de vetste map. Ik vind dit de leukste zombie map. Ook. Nee, dit is ook de zombie map die ik nu al het meest heb gespeeld. En ik heb pas 3 keer gespeeld, dus moet je nagaan. Ja. Mop ja, maar echt waar je heel veel dingen kunt doen, hè? Ja. Maar hij is ook niet zo ingewikkeld, deze. Nee, klopt. Bij Darkrai moest je allerlei dingen bouwen om een beetje op een hoge ronde te komen. Nou, hier kun je gewoon... Ja. Ja. Je hoeft hier eigenlijk niks te doen om bij een hoge ronde te komen. Ja. Dat gewoon... vind ik leuk. Net als toen met die... die maps op Black Ops 1, dat soort maps zijn leuk. Ik hoef niet zo'n hele map... Ja, nee, ik vond die maps van Call of Duty 5 ook wel leuk. Daar hoefde je helemaal niks te doen. Het enige wat je kon is gewoon rondlopen, wapens kopen en meer niet. Ja, een vriend van mij had pas World of War gekocht. Ja, ik heb hem ook, World of War. Ja. World of War is fucking leuk, Heb die zombies op de computer gespeeld. En ik zat 1 keer op de computer bij echt van die fucking harde pros, weet je wel. En toen na een tijdje waren we bij die zombie map in dat moeras of zo. Ik weet niet meer hoe die heet. Waren we bij wave 115. We waren gewoon iets van 10 uur achter elkaar bezig of zo, jongen. Shinonuma. Ja, Shinonuma, ja. Het was echt kicken toen. Ja, dat soort dingen zijn leuk. Ja, man. Maar dit is sowieso ook leuk, man. Gewoon met een paar mensen. Ja. Als je geen zin meer hebt in multiplayer zombies spelen. Ja, dat maakt Black Ops 2 vind ik voor mij nog best leuk. Ja, ik had het bij Modern Warfare 3 ook, die survival mode of zo. Ja, nou, ik heb elke mode, maar die had ik, ja, toen kocht ik geen map packs en zo. Oh ja. Nou, ik was een hele tijd gestopt met gamen en nou, toen was ik weer begonnen op een gegeven moment. Dus ik had al die map packs van MW3 niet. Oh ja, ja. Maar dat is ook niet die Chaos mode dan, maar ik vond het wel hartstikke leuk om naar te kijken op YouTube van die ja, film. Chaos mode vond ik wel leuk, maar survival mode, ik heb elke map 1 keer gespeeld met 3 sterren te halen, weet je wel, voor die trophy of zo. Maar daarna heb ik ze nooit meer gespeeld. Ik had MW3 Platinum met de trophies op PlayStation. En dat was het. Lol. Heb ik het nooit meer gedaan. Oh god, iemand moet me helpen hoor. Waar ben je? Ja, ik ben nog gewoon bij de Juggernaut. Ja, maar die scheidwessel gaat weer bij mij staan. Ja, omdat ik daar als enige kan overleven eigenlijk. Nou, en dan ga je lekker gewoon staan. Ja. Hey, hey. Niet het poepgat imiteren, ja? Je insta-kill. Nive. Kom dan.
I should probably switch weapons. Wacht, ik gooi even zo'n... Allee, hij moet van wapen wisselen, hè? Godverdomme. Wist je nou eens van wapen? Allee, zeg. Ja. Ik denk helemaal niet kunnen, hè? Nee, allee, dat is niet zo plezant als die dat niet doet, hè? Nee. Belgen zijn cool, man. Ik vind Belgen ja, sowieso. Ik ga ook... Ik vind het ook hartstikke leuk om naar die commentators te kijken op jou, ja. Hè? Jongen, ik ga naar België verhuizen, man. Top, jongen. Weet je hoe fucking leuk het daar is? Ja. Ja, nou tenminste de taal, hè, de taal. Ja, joh. Oh, nee, nee, mijn slepen. Verder. Mijn jongen, verder jongen, hé, hé, hey, hey, wij zeggen toch altijd het poep gehad? Weet je wat poep in het Belgisch betekent? Nou. Neuken. Of seksen. Oh. Seksen heet het. Seksen. Seks is poep. In het Belgisch. Of in Vlaams. Allee zeg. Zou ze zeggen, ik ga even poepen, hè, dan gaan ze seksen. Oh. Dat is geniaal. Ik heb jeuk aan mijn poepenke. Ik heb echt poepen met u. Ja, ik wil poepen met u, hè. Vroeger had je ook zo'n serie, weet je dat ook alweer? Van die Belgen. Weet ik niet. Hoe heet dat ook alweer? Dat was op, ja, op zijn televisie, ik weet het. Benidorm Bastards. Nee, dat was, waren van die Belgen. Benidorm Bastards, wat is ook met Belgen? Ja, nee, maar... Dat was zo'n familie, of dat is een serie televisie? Oh, de Pfafs. Ja, dat. Ja, jongen, dat was echt geniaal. Ik keek het elke avond, jongen. Ja. Het is echt lachwekkend gewoon. Dat was echt zo'n dramafamilie, jongen. Ja, joh. Ik vond het echt geniaal, man. Ik vond het best wel jammer dat ze zijn gestopt. Want als je niks te doen had, zet hij gewoon even op RTL 8, weet je wel. En ging dat kijken. Ja, man. Precies. Hey, iemand moet even die turbine... Ja, ik ga even wat geld op mijn bank zetten, man. Is goed, ouwe. Waar ligt de turbine, Jan? In de bar. Oké, dan. Nee, jongen, dat was echt leuk, jongen. Ja. Dat was vroeger echt een programma wat je echt vaak keek, jongen. Ja, man. Echt jammer dat het nou, ja. Ik ging het altijd met mijn opa en oma kijken als ik bij hun bleef pitten. Hey, Max Hemmo, herlaat. Oh, chill. Wacht, gooi. Oh nee, je hebt geen time, man. Nee, ik heb hem nou niet meer. Zo, antwoord. Maar dan ging ik het altijd met mijn opa en oma kijken, jongen, dat was wel leuk. Ja. Ja, ja. Moet weer zo'n programma komen, man. Ja, joh. Top. Maar het is moeilijk om zo. Het is moeilijk om zo'n familie te zoeken. Ja hoor. Jongen, kom maar, neem mij maar op. Nee, grapje. Daar heb je niks aan. Nee, dan zie je alleen maar... Zie je me commentate op tv, nou leuk. Ja. Maak je even reclame. Mooi joh. Ja hoor, joh. Nou, dat zal best wel meevallen hoor, want ik bedoel, dat is een hele andere doelgroep, denk ik. Ja, oké. Okay. Nou, er kijken ook oudere mensen naar YouTube hoor. Ja, klopt. I know. Mijn oma bijvoorbeeld, die kijkt ook gewoon nog heel erg YouTube, hè? Nou, ja, jongen, ook, maar weet je, mijn moeder, hè, die weet alleen maar het aan-uitknopje van de computer. Ze weet waar het internet in stopcontact zit. En ze weet hoe ze de e-mail moet opstarten, en that's it. Ze zit op de computer en dan moet hij nog opstarten, weet je wel. Want het is zo'n computer van 20 jaar geleden of zo. Dus die is, die is echt sloom. De harde schijf is 64... 64 gigabyte, gewoon max. De videokaart is 128 MB of zo, weet je wel. Dat soort dingen. Ze start hier nog op, zegt ze zo... God. Jan, je computer zit weer vast! Terwijl hij gewoon nog aan het opstarten is. Jan, de e-mail zit weer vast! Nee, hij is aan het laden, man. Ja, hij zit vast! Klote computer! Ik heb mijn oma, ze is bijna 80 jaar. En nog steeds doet ze echt van alles met computer. Heeft ook een computercursus zo gevolgd. Nou, geniaal. Dat moest zo'n ijsko maken op P. Nou, ik ben ook helemaal kapot gelachen. Wat is dit? Waar staat dat gemmetje voor? Geniaal. Dat soort dingen hoor, echt geweldig. Om oude mensen op de computer zijn gewoon geniaal. Ja. Dan mijn vader. Oma... Ja? Mijn vader is dan wel echt een tegendeel gewoon. Die dat soort dingen wel gewoon doet. Die weet gewoon precies hoe een computer werkt. Mijn vader werkt de hele dag met computers, man. Ah, dat is ook chill. Die weet alles. Als iets niet werkt, zeg ik, pap, het werkt niet. Oh, dan moet je dit doen. Oké. Okay. Oké. Zo vader dan wel niet, maar wel zo'n soort iets. Nee, mijn vader weet ook wel het een en het andere. Ja. Zo hoort het. Alleen mijn oma, jongen, die heeft... ik weet niet hoe oud ze eigenlijk is, maar ze is best wel al op leeftijd, weet je wel. Ja. Maar die weet ook alles al hoor. Die heeft ook echt de nieuwste iPad zo in huis. Oh, no, geniaal. Nieuwste iPad. Ja, maar al die, dat is wel zo. Al die oude mensen die lezen nu al die boeken op de iPad en alles. Ja. Of die spelen Sudoku's of zo op de iPad. Ja, klopt. Maar dat is wel awesome om te zien ook. Maar tegenwoordig, vroeger zat je nog met de kleurplaat in het restaurant en zit ze wat er met een iPad in de hand. Klopt. Nee, maar ik vind het wel goed hoor voor die oude mensen. Want ze houden wel hun hersenen up-to-date, weet je wel. Ze lezen het nieuws nu op hun iPad, ze lezen boeken, ze doen Sudoku. Dat vind ik wel netjes hoor.
Ja, maar ik weet nog de tijd dat je fucking floppies had, man. Oh ja. Ja. Die grote dingen waar maximaal 6 MB of zo op kon, weet je wel. Ja, ja. dan betaalde je 100 euro voor 6 MB of zo. Ja. En nu betaal je voor 64 gig betaal je 100 euro. Dat is niet normaal, man. Nee, joh. Maar de techniek gaat zo fucking snel. Klopt. Veel te snel eigenlijk, jongen. Ja, joh. Maar wel kicken dat ze snel gaan. Hopelijk vinden ze iets uit dat ze school even een stuk sneller laat gaan. Ja, klopt. Ja, joh, dat is gewoon... Dat je geheugen... Ja, dat je gewoon in je hersenen kunnen prenten. Gewoon alle gegevens. Net zoals, vroeger had je een aflevering van zo'n serie. Ik weet niet meer welke. Ja, ik ben weg over de vroeger. Maar vroeger had je een serie en er was een aflevering van. Echt zo'n dikke fantasieaflevering. Dat ze zo'n alle boeken in die hersenen deden. Dat is geniaal om te zien. Joh. En van, dat wil ik ook. Je hebt ook op YouTube dat. Je hebt ook op YouTube van Freddy Way van de Video Gaming High School. Dat is ook fucking sick. Max Ammo. Ja, wacht even. Ja. Oh. Wil pakken. Yo. Yo. Want Video Gaming High School is ook vet, man, die serie. Ja, ik heb gisteren weer gekeken, hè, Jan. Ja, ik wacht tot ze allemaal uit zijn. Dan kijk ik ze allemaal tegelijk. Nou, daar kan ik dus echt niet op wachten. Oh, ik wel. Ik zie ze steeds op mijn homepage staan. Ik denk van, wacht, Jan. Ja, dat is ziek. Ik heb het tot nu toe allemaal gezien. We gaan wel lekker houden, Wave 20. Klopt. Ja, gewoon niet... lekker chillings praten, weet je wel. Ja, joh, gaat zo hoort lekker. Overpowered wapens. Ja, joh, alles pack and punched. Maar zo moet je deze map spelen, man. Kijk, daarom vind ik deze map chill, want je hoeft nu niks meer te doen. Je kan nu lekker rondrennen als kip zonder kop. En gaan met die banaan. Ja, inderdaad. Even mijn Malefant Taxonomic Exosuit 3 Redeemer pakken. Ja, dat wordt steeds sneller. Ja, jongen, maar ik zei het verkeerd. Ik zei de derde naam verkeerd. Ja, je, fuck it. Veel te moeilijk, man. Ik heb gewoon, weet je wel. Holy shit, zal ik even wat zombies naar jullie toe brengen? Nou, die zijn er heel zat. Hier kun je gewoon je thuis de droom in vervulling laten gaan. Oh, wacht, hier. Ik ben jullie niet aan het killstealen ofzo hoor. Even tussendoor. Nee. dat waren ook jouw kogels niet, hè? Die, nee, tuurlijk niet. Ik sta hier gewoon stil, joh. Wat denk je zelf? Ja, jongen. Jongen, je is gewoon stilstaan. Gewoon, jongen, je bent. Ja. Je bent perfect, wil je zeggen. Ik kom gewoon niet uit mijn woorden zeggen. Nee, ik zie je, dat niet komt door mij. Oké, stop maar weer, jongen. Niet slijmen. Vieserik. Dat doe ik toch al genoeg bij, of niet? Ja, oké. Je slijmt als je me tegenkomt. Toch, Wessel? Ja. Iemand die turbo, maar dan zet ik die subwoofer weer neer. Oh, ik weet hoe je op de naam Wii Games bent gekomen. Nee, niet Wii Games. Je bent, je W3. Begint... Je naam begint met W-E. Dus je dacht van, ik ga mijn naam de eerste twee letters pakken als initialen. En dan verander ik de E in 3 en dan kom ik uit op Wii Games. Woo! Nou ja, zo is het eigenlijk wel. Maar om die link te leggen is een beetje, ja, van... Net als Snipes met een E en dat soort shit, joh. Ja, maar ik vind die namen soms, jongen, op PlayStation. XX, Snipes, Quickscope, Trickshot. En dan lopen ze fucking te camp met de Target Finder. Of, of pas... zag ik iemand op PlayStation die heette Chuck Norris? Ja, dat was met ons. Ja, dat was gisteren, ja. Ja, jongen, dat was in een livestream, man. Deed hij Chuck Norris. Loopt hij te campen met een fucking light machine met Target Finder. Door hem ging ik reetje. Ja, ik ook, jongen. We werden allemaal boos op hem. Wat een kuthoertje. Ja, maar dat is, het enige, dat is gewoon het enige nadeel van Black Ops 2, man. Ja, campers met Target Finders, klaar. Ik heb geen probleem met het spel, maar dat... Het probleem bij Call of Duty, hoor. Campers zijn gewoon het enige probleem bij heel Call of Duty. En de lag. Meer niet. Ja, dat is kut dat we niet op een dedicated server spelen eigenlijk. Ja. Zoals op Battlefield en dat soort shit. Maar dat komt, over een tijd komt het nog wel. We hebben het net over dat de techniek vet snel gaat, dus het komt nog wel hoor. Ja. Jongen, moet je sowieso nagaan. Sowieso bij de game-industrie, hè, sowieso. Bij Call of Duty 4 en 5 staat nog ineens host migration erin. Pas bij Modern Warfare 2, dus... En dan kan het nog niet perfect zijn, maar ja, boeien. Komt allemaal wel, alles op zijn tijd. De game-industrie gaat sowieso echt snel hoor, vooruit. Gaat stop. Als je, moet je Doom of zo opstarten of zo, weet je wel? Moet je die graphics zien? Ga nu Doom opstarten. Oh nee, wacht, Doom is of nog steeds leeg. Tomb Raider vroeger. Ja, Tomb Raider vroeger. Ja, die tieten, jongen, die waren gewoon... echt leuk, jongen. Die tieten van Tomb Raider waren vierkant. Mijn vader speelde dat vroeger, altijd s'avonds, op zo'n oude PC-winnaar als vroeger.
En zo'n koelkast. Zo echt zo'n koelkast ja. ding. En dan speelde hij elke avond dan voordat ik ging slapen, keek ik altijd met hem mee. Met Tomb Raider, en toen kon ik een keer niet slapen, jongen. Zo geniaal. Nee, ik bij Tomb Raider. Ik bij Tomb Raider. Omdat ik het toen zo eng vond. Je had toch bij Tomb Raider die ene map, weet je wel, aan het begin helemaal. Bij Tomb Raider 2 of zo was dat. En dan liep zo'n oud vrouwtje rond, met zo'n dienblad of zo. Echt? Oh, kan wel, ja. Ken je dat? In die soort van trainingskamer dat je er overheen kon springen en er onderdoor kon klimmen. Klopt. Liep zo'n oud dametje rond en ik schrok me elke keer helemaal kapot als ik dat oude dametje zag lopen, jongen. Dat is niet normaal. En ook steeds als er zo'n tijger aan kan rennen, jongen. Ik scheet gewoon in mijn broek, ik zet hem heel snel op pauze. Toen was ik echt nog jong. Ja, dat was zo kikken, jongen. Ik denk 7 of 8 of zo. Ja, man, dat was echt kikken toen. Ja, ik had vroeger ook zo'n spel, dat heette Playmobil nog wat. Dan moest je wel de rij onderhouden, jongen. Lol. Hey, je hebt nu op de DS of zo, of op de Wii U, heb je zo'n GTA-spel. En dat is van Playmobil, van Lego of zo. Dus als je iemand neerschiet, dan knalt hij helemaal uit elkaar en alles. Het is echt epic, man. Ja. Maar ja, GTA 5, jongens, bijna. Ja. GTA San Andreas, moet je des vergelijken. Ja, man. Maar dat spel heb ik echt doodgespeeld. Ik ook. Gewoon dag en nacht van... Ja, man. En dan kwamen de vrienden bij slaan. Oh, god. GTA, oh, mijn god. Wacht, niet meer praten. Oh, my god. Oh, YOLO. Holy fuck, ik ga daar niet staan in het bos. Ik ging in het bos staan, jongen. Dat was helemaal rood. Ja, dat moet je niet doen, jongen. Dan kun je makkelijk vastzitten, dus. Ja, ik ga dus niet meer daar. Er staan veel te veel bomen daar. Ik blijf lekker bij het café rondlopen, hoor. Holy shit. Goed zo. Man. Hey, maar Jan, ken jij Resident Evil nog voor de PlayStation 2 of PlayStation 1? Ja, man. Voor de PlayStation 1, hè? Ja, joh. Dan ken je dat ook in die mansion, toch? Nee. Met die helhonden. Oh nee. Ja, klopt. Oh, mijn god, weet je hoe schrikken dat is, jongen? Dat is echt maar eng, al hoor. Die spellen van toen, man. Toen was je zo klein, je schrok gewoon om alles. Ja. Maar die spellen van toen waren nog leuk toen. Ja, joh. Nu ook wel, maar nu is het wat minder, weet je? Ja, maar nu speel je alles veel serieuzer, denk ik. Ja, zo. En nu vind je het ook niet meer. Nu is het er ook veel. Ja, maar ook omdat je eraan gewend bent nu. Je hebt al zoveel spellen gespeeld. Als je nu 7 bent, vind je Call of Duty ook helemaal geweldig als je dat dan mag spelen. Ja, maar mijn stiefbroertje heeft nou ondertussen ook even zijn eerste Call of Duty. Hij is geniaal, helemaal blij. Ja, joh. Ja, stiefbroertje moet ik zeggen, het is niet mijn echte broertje, maar... Ja. Wel leuk om te zien, joh, helemaal trots. Ja, natuurlijk. Wessel, wil je meespelen? Ik heb bijna Call of Duty! Ja, is goed, joh. Even wachten. Hey, Wessel. Je hoeft geen piepstem op te zetten, hoor. Je hebt nee, er al één. Nee, klopt. Nee, maar... Grafje, joh. Wist me niet. Grafje. Hey, vriend, ik sta vast. Oprotten, ja. Thanks. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Als je nu naar Resident Evil gaat, hè, en... Dan kom je al van tevoren eigenlijk te weten dat er een schrikmoment aankomt, weet je wel? Ja, maar die films vroeger vind ik... was dat niet. Die films van Resident Evil zijn ook echt ziek, man, met dat wijf. Ja, man. Van Red shit. Ja. Wat ik mag heten. Red Corporation ding of zo. Ik weet niet meer hoe het heet. Sowieso al die films van nu ook, man. What the fuck? Ja, man. Alleen World... DayZ is toch gaaf? Ja, man. Die lijkt me echt ziek om te zien. Je bedoelt World War C. Ja, die is. Oh, Max Ammo. Oh, ja. Kut. Mag ik hem nou gooien of niet? Nee, wacht maar even. Ja, we mag gewoon op Wave 23. Oké. Ik ga even weg hier, jongens. Ik hou er niet van om daar te staan. Nou, ik wel hoor. Ik krijg allemaal lekker punten. Ja, ik ook hier hoor. Ik hou ervan om gewoon een beetje rond te rennen, weet je wel. Ja, maar dit is wel chill, want als jullie dames in tweeën staan, krijg ik niet zoveel zombies. Krijgen jullie wel veel zombies, maar jullie kunnen ze allemaal killen. Ja, en ik heb die petrify, dus dat is geen probleem. Nou ja. Lekker knallen nu. Alleen we moeten wel, ik weet niet, heeft iemand monkeys? Ja, ik heb monkeys. Nee, oh, ik heb alleen die tuinbom. Maar dan ga ik ook even voor monkeys. Ja, dan heb ik die tuinbom, dan hebben jullie die monkeys. Ja. Dat moet wel goed komen dan. Ja joh, rustig aan. Zo, anders pak jij even turbine. Dan zet ik die subwoofer neer. Ik heb al een turbine, al de hele tijd al. Jezus, ik vraag de hele tijd om een turn. Oh ja, ik ben al verdoofd. Hey Jan, kill maar die laatste zombie als je hem ziet. Ja, ik ben hem aan het knijven. Oh, hij heeft me bijna dood. Oh, wat een pisvlek. Oké. Hey, mooie puntenaantal, Geel. Ik weet niet wie Geel is. Thanks. We hebben bijna hetzelfde. Ja, G. Nee, ik ben wit. Die hond die slaapt lekker. Oh, racist. Hey. Ik ben blauw, ik zit ertussenin. Racist. Jij bent een smurf, Jan. Ja, joh. Ah, de smurf 2, die ben ook in de bios. Welkom in Smurfland.